Ja, Patrick Lodewijks, ook voor de belofte is de competitie van start gegaan. Je wint van VVV Helmond. Wat is jouw reactie na deze wedstrijd? Ja, eigenlijk in het kort is dat we met 2-0 winnen. Dik verdiend winnen. Dat we heel veel mogelijkheden om nog te scoren hebben laten liggen. Dus uiteindelijk met het resultaat tevreden, met het creëren van kansen tevreden. Maar over de hoogte van de score ontevreden. Omdat ik vind dat we nog minimaal misschien wel 5 of 6 goals meer hadden moeten maken. En dat verwijt jij je ploeg ook gewoon vanavond? Ja, verwijten, het is jammer, want je kunt gewoon een goede score neerzetten. En daar had ook het krachtsverschil uitgedrukt. En nu is 2-0 is een regelmatige overwinning. Terwijl we gewoon echt het krachtsverschil vandaag op het veld gewoon uit hadden moeten drukken in 5, misschien wel 6, 7 goals. Ja, en dat is jammer dat we dat nagelaten hebben. We hebben voldoende kansen gecreëerd, maar we waren in de eindfase waar we slordig met name in de afwerking. En dat is jammer. Met welke opdracht had jij je ploeg vooraf het veld ingestuurd vanavond? Nou ja, goed, om in een hoog baltempo, als we de bal hadden, een hoog spelritme, tot kansen te komen. En als we de bal niet hadden, hoog druk te zetten, tegenstander lange bal te laten spelen, omdat we achterin sterke centrale verdedigers hebben. En dus van daaruit gewoon weer heel snel weer in balbezit komen. Nou ja, dat is in de eerste helft beter gelukt dan in de tweede helft. In de tweede helft was ik na een kwartier eigenlijk ontevreden over dat we niet meer vrij liepen. Dat we te weinig opties gaven, geen beweging meer was. Veel uit vanuit stilstand gevoeld hebben. En ondanks dat creëren we nog 3 of 4 goede kansen. Ja, dus de opdracht is zeker de eerste helft hebben ze redelijk tot goed uitgevoerd. De tweede helft was het een stuk minder. Het was vandaag de eerste competitiewedstrijd in een nieuwe opzet van deze competitie. Wat vind je van deze opzet? Het bestaat nu uit 4 pools. Wordt straks in november opgedeeld in 3 divisies. Wat vind je van deze opzet? Ja, het is weer wat anders. Dus ja, kijk, uiteindelijk hoop je op zo groot mogelijke weerstand. Want de jongens die in 1 niet spelen en dus vaak bij ons wel spelen, die moeten onder de hoogst mogelijke weerstand gaan spelen. Dus het is wel belangrijk dat wij in de hoogste divisie gaan spelen. Waarin we hopelijk meer weerstand krijgen dan dat we vanavond gehad hebben. Maar je zegt, het is weer even wat anders. Kortom, die onduidelijkheid ieder jaar telkens, dat vind je niks? Nou ja, ik ga er niet over. Ik denk wel dat dat misschien prettig was als je gewoon voor deze belofte gewoon een duidelijk competitieprogramma maakt. En waar iedereen zich gewoon aan kan houden en conformeren. Maar ja, vorig jaar speelden we in 2 divisies. Het jaar daarvoor speelden we ook met een voorronde. En nu weer met een voorronde. Dus ja, het is zeg maar aanpassen. Jullie zijn vorig jaar natuurlijk kampioen geworden. Is dat ook voor dit jaar iets wat jullie willen bereiken? Of blijft de doelstelling gewoon talentontwikkeling? Nou ja, goed. Ten eerste is het voor dit elftal is het met name belangrijk dat jongens die niet spelen en bij ons spelen, dat die zich ontwikkelen in een takenfunctie, in een positie in het veld. Nou, dus dat ze op het moment dat er een beroep op hun gedaan wordt bij 1, dat ze gewoon vanuit de takenfunctie spelen die ze meekrijgen, waarvan ze ook weten wat er van ze gevraagd wordt. Dat is het primaire doel. En daarnaast zijn we gewoon aan onze stand verplicht om gewoon zo voor de bovenste plaatsen mee te doen. Zeker als je kijkt dat en Twente en Ajax en PSV al niet meer meedoen. Ik denk dat het voor Feyenoord ook gewoon goed is dat wij ook op dat niveau gaan acteren. Alleen maar voor de, ik ga daar natuurlijk niet over, daar wil ik ook helemaal niet over gaan. Maar in ieder geval voor de weerstand is het wel prima dat jongens zich op zo'n niveau kunnen ontwikkelen. Toch, je speelt iedere week misschien wel met een andere samenstelling. Spelers van Feyenoord 1, Excelsior 1, spelers vanuit de jeugd. Is dat lastig om dan toch een soort teamgevoel te creëren? Ja, nou, zolang je gewoon de opdracht die je meekrijgt gewoon goed uitvoert, dan ontwikkel je je gewoon. En natuurlijk zit er een wisselende samenstelling, maar dat mag niks uitmaken voor als jij op een positie speelt wat daarvan je gevraagd wordt, moet je dat ook doen of dan nou Jantje, Pietje of Klaasje naast je staat. Dus wat dat aangaat mag het eigenlijk geen verschil zijn van dat je met wisselende samenstelling speelt. Soms is het goed om met jonge jongens te spelen die op een hoger niveau meer weerstand krijgen.
Ja, dus wat dat aan gaat, is het wel prima dat de belofte team er is. Maar ja, goed, we moeten wel onder hoge weerstand gaan spelen. Maar hoe is dat voor jou als coach? Ik kan me voorstellen dat het soms lastig is. Vanavond had je bijvoorbeeld maar 2 wisselspelers. Ja, nou ja, dat zijn de omstandigheden. Dus daar moet je gewoon mee dealen. En dat is verder geen probleem voor ons. Dat betekent dat je je wisselbeleid aan moet passen. En dat je moet kijken naar de belastingbaarheid van jongens. Ja, dus goed, het is zoals het is.